iets naar achteren te sturen. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We zijn bezig met het zoeken naar nieuw bedrijventerrein. 22,8 hectare heeft de raad gezegd dat we gaan opzoeken. De raad heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd, 7 stuks, waar een gebied minimaal aan moet voldoen. En wat we de afgelopen periode hebben gedaan, is dat we heel Winterswijk eigenlijk door het rechter van randvoorwaarden heen geduwd. En daar komen 8 potentiële locaties aan. En dat zijn dus locaties die voldoen aan de 7 randvoorwaarden. Ja, tegenover de wethouder Gosse Visser. We hebben een persconferentie gehad over de presentatie van 8 bedrijvenlocaties. U zoekt het een en ander in Winterswijk, hè, om bedrijven, groeiende bedrijven de ruimte te geven. Ja, dat klopt. We zijn op zoek naar 22,8 hectare uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijven. En daar zijn we al een hele tijd mee bezig. En er zijn nu 8 potentiële locaties geselecteerd. En die locaties hebben we geselecteerd op basis van randvoorwaarden. Dat zijn 7 randvoorwaarden die de raad heeft geformuleerd. We hebben gekeken van welke gebieden passen daarbij. En dat zijn 8 gebieden geworden. Wie zijn dat dan? Die 8 locaties? Kunt u ze noemen? Dat zijn een aantal locaties aan de Westerweg. Een aantal locaties aan de Groenloosseweg, Molenveld, Van Houtenlaan en Elixveld en Tuteveld. En die kun je ook combineren, hè? Het gaat om 22,8 hectare bruto. Er waren er 5 die eronder vielen en er waren ook wat kleinere gebieden. Hè? Dus dan moet je dan een combinatie vinden, neem ik aan. Ja, van de 8 gebieden zijn er 5 groot genoeg en 3 gebieden zijn kleiner dan die 22,8. Maar de raad heeft ook gezegd, mogelijk kunnen ook gebieden gecombineerd worden. Vandaar dat we deze gebieden ook in beeld hebben gebracht. Ja, hoe staat het verder met de planologie? Want Elektra, dat is ook niet oneindig. Hè? Het net is overbelast. Hoe staat het daar in Winterswijk daar eigenlijk in? Nou, wat we nu gaan doen, is dat we op het moment dat de raad er ook mee akkoord gaat, gaan we deze locaties verder onderzoeken. En dan wordt veel meer informatie in beeld gebracht dan wat nu gedaan wordt. En op basis daarvan krijgen we in beeld hoe geschikt dat ze zijn. En uiteindelijk zal het college zal daar een besluit over nemen. Nou weten we dat ook een aantal zonneparken aanwezig zijn in Winterswijk. Kunnen die daar ook soelaas geven? In dat onderzoek hebben zonnepanelen geen rol gespeeld. Nee, maar die kunnen wel een mogelijkheid bieden om de bedrijven van elektra te voorzien. Ja, maar die parken die we op dit moment hebben in Winterswijk staan los van de zoektocht naar eventuele bedrijventerreinen. En als we kijken naar huisvesting van arbeidsmigratie, dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen. Er zijn ook al initiatieven die zeggen, nou, wij willen daar ook mee participeren waar die bedrijven dan komen. Dan kunnen we de huisvesting daarom min of meer ook realiseren naast het hele gebeuren. Ja, we spreken vandaag over de zoektocht naar potentiële bedrijvenlocaties. Daar zijn er nu 8 van geselecteerd. En we hopen dat ergens rond de zomer een definitieve keuze uit die 8 locaties kan worden gedaan. Ja, nou zijn er ook bijeenkomsten gepland? Ja, we hebben 5 bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst is hier in het gemeentekantoor. En de andere 4 bijeenkomsten zijn in het GKC. En wat we daar gaan doen, is dat we daar gaan uitleggen aan de mensen van waar we mee bezig zijn. Hè? Waar komt de behoefte vandaan bij bedrijven? Van hoe zijn we gekomen tot de selectie van die potentiële bedrijflocaties? Maar vooral ook, hoe gaat het nu verder? En wat voor rol kunnen omwonenden daar zelf in spelen? Want voor ons is het ook belangrijk om van omwonenden te horen wat voor zaken zij belangrijk vinden en wat voor speciale zaken een rol spelen in hun gebied. Ja, nou was er over de locatie Misterweg veel verzet. Voor Winterswijk heeft daar behoorlijk goede verkiezingsresultaat gehaald. Daardoor bent u ook wethouder geworden met metaal. Speelt dat ook nog een rol? Bij de coalitievorming is een coalitieakkoord gesloten. En in het coalitieakkoord staat dat we een heroverweging gaan doen voor de bedrijventerreinen. Dat betekent dat alle potentiële locaties opnieuw tegen het licht worden gehouden. En de Misterweg zit daar ook in. Dus die valt er dan ook onder in het hele verhaal? Want het grenst ook aan redelijk richting het water-windgebied van Corle. Ja, wat we hebben gedaan is... En dan heeft hij als voorwaarde heeft hij gesteld dat mag eigenlijk niet. Nee. We hebben gekeken van welke gebieden voldoen aan de randvoorwaarden. En ook de Misterweg is een gebied wat voldoet aan de randvoorwaarden. De contouren waar het exact gaat komen, dat gaat verderop in het proces plaatsvinden. Maar op dit moment hebben we niet anders gedaan dan toetsen welke gebieden voldoen aan de randvoorwaarden. En daar komen op dit moment 8 gebieden uit. Ja,
U had ook nog eventueel dat de raad ook eigen voorkeur kan ventileren uit een lijst van bedrijventerreinen. Die kunnen ze eventueel toevoegen. Ja, deze 8 locaties gaan we voorleggen aan de raad. En de raad moet hier nog een akkoord op geven. En de raad mag eventueel ook locaties laten afvallen of locaties laten toevoegen. Ja, het is wel een beetje vreemd. Afgelopen jaar heb ik contact gehad met Stad Vreden. Met de burgemeester zelfs. Die begroeten zelfs als Winterswijk haar initiatief gaat opzetten in Gaksel. Hoe staat u daarin? Heeft u daar nog overleg gehad of heeft u daar contacten mee over gehad? Wij hebben de raad gevraagd aan welke randvoorwaarden moet het potentieel gebied voldoen. Ja. En Gaksel voldoet niet aan de randvoorwaarden die gesteld zijn door de raad. In wat voor opzicht? Qua locatie, qua de verbinding met Winterswijk voldoet niet aan de randvoorwaarden. Want de randvoorwaarde is gesteld dat het aan de N-wegen moet liggen die wij nu geselecteerd hebben. Dus u mag geen gebruik maken van de Duitse ontsluitingswegen? Wij hebben gevraagd aan de raad van aan welke randvoorwaarden moet de potentiële bedrijflocatie voldoen en Gaksel voldoet daar niet aan. Ja, nou even het verhaal over bedrijventerreinen. We zitten hier in een nationaal landschap, dat is ook heel belangrijk. Kunnen we dat niet omzetten in bedrijvenparken dat een meer kwaliteitsverbetering betekent? Het ambitieniveau mag best wat hoger in Winterswijk. Wij hebben een heel hoog ambitieniveau in Winterswijk. Dat zie je ook aan bedrijven die zich recent nieuw hebben gevestigd. Dus bedrijven moeten ook absoluut ruimte bieden aan groen. En dat zie je ook. Wij willen 22,8 bruto hectares bedrijvenlocatie toevoegen. Netto is dat veel minder, omdat er ook ruimte gereserveerd wordt voor water en voor groen. En eventueel houtwallen en al zulke dingen om dat mooi aantrekkelijk te maken. Dat je goed kunt werken ook in Winterswijk. Ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het plan? U gaat eerst een ronde maken richting de bevolking. Er komt nog een politiek café. Wij gaan 18 januari hebben wij een politiek forum. En in dat politiek forum gaan wij ook kijken in hoeverre eventuele geschiktheid voor een als woningbouwlocatie, hoe we dat kunnen meewegen in de onderzoeksfase. Daar heeft de raad om gevraagd en daar geven we 18 januari invulling aan. En dan nemen we dat op die manier mee in de onderzoeksfase. En daarna komen die bijeenkomsten, die 5 stuks. En dan gaat het richting commissie en raad? De raad gaat uiteindelijk iets vinden van die potentiële locaties. En op het moment dat de raad het heeft vastgesteld, dat is het moment dat wij verder onderzoek gaan doen. En wanneer verwacht u dat de eerste schop erin kan richting nieuw bedrijventerrein, waar dan ook? Nou, het vestigen van een bedrijventerrein is een ingewikkeld proces. Daar heb je ook te maken met vergunningen. Dus we denken dat het echt wel een aantal jaren in beslag gaat nemen voordat het eerste bedrijf zich daar daadwerkelijk gaat vestigen. Goed, ik wens u veel succes. Dank u wel.